Goed, zoals gezegd in het vorige deel, hier dus de monopolist en concurrentie. Monopolist herkenbaar aan diagonaal verlopende GO-lijn en voorkomen concurrentie waarbij GO is P is MO. Nou ja, de vraag was, hoe noem je zo'n monopolist dan? Dat je elke prijs kan vragen die hij wil. Dat is de prijszetter. Vervolgens gaan wij eventjes naar opgave 13 toe. Opgave 13, daar kunt u het een en ander invullen. De correctieve vraagfunctie is P is min Q plus 40. Dat betekent dus dat P en Q een tegengesteld verband hebben. Hoe hoger de prijs is, hoe lager de Q is. En hoe lager de prijs is, hoe hoger de Q is. Dat is logisch, want hoe hoger de prijs, hoe duurder iets is, hoe minder mensen iets willen vragen, iets willen kopen. Hoe lager de prijs is, hoe meer mensen iets willen kopen. Wij kunnen het invullen. Als ik deze P van 36 hier invul op de plek van P, komt er 36 is min iets plus 40. 36 is min 4 plus 40. Dus hier komt 4. 5, 6, 7, 8. Ik had dat inderdaad af kunnen lezen. Hè. Dat zou wel logisch zijn als dat zo doorliep. Maar hoe kom ik aan die Q door die P in te vullen in de formule? Andersom had het ook gekund, dat dit er allemaal had gestaan en dat P onbekend was. Dan hadden we datzelfde kunnen doen, alleen dan Q invullen. Totale omzet TO is P keer Q. 40 keer 0 is 40. 39 keer 1 is 39. 38 keer 2 is 76. 37 keer 3 is 111, etc. Van 0 naar 39, ja, wat levert de volgende op vanuit 0 gezien? De volgende levert op plus 39 MO. Is marginale opbrengst, dus de opbrengst van de volgende. Van 39 naar 76 is plus 37. 76 plus 35 is 111. Dus je gaat telkens kijken wat levert de volgende op. En dat is de marginale opbrengst. Totale kosten zijn gegeven. Nou, de kosten van de volgende, marginale kosten, van 0 naar 1 is dus plus 1, marginaal. Van 1 naar 4 is dus plus 3, plus 5, plus 7, etc. Totale winst, TO min TK. 0 min 0 is 0. 39 min 1 is 38. 76 min 4 is 72. Wie de antwoorden? Dat zijn de antwoorden. Dan is de vraag bij B. Bij welke prijs is de winst maximaal? Nou, volgens mij, totale winst, hè, TW, totale winst, zie ik dat die ja, hier het hoogst is. Dus dat is bij een prijs van 30 euro. Is de totale winst maximaal. Hoe had ik dat ook kunnen zien? Als ik kijk naar de doelstelling maximale winst. MO is MK. Waar zijn MO en MK elkaar gelijk? Nou, volgens mij is het hier zo dat ik MO en MK heb, 21,19 en 19,21. Daartussenin ligt 20, exact. Dus eigenlijk zou het bij 10,5 stuk moeten zijn, dus bij een prijs van 29,50. Maar dit boek heeft de rare neiging om nooit hem gelijk te laten zijn. Dus dan kies je, als je één hoeveelheid moet kiezen, kies je toch voor 10. Want hier is de marginale opbrengst, de opbrengst van de volgende, nog hoger. Dan de kosten van de volgende. Dus dan heb je het over het feit dat ja, je hier dus nog winst maakt op dit product. Namelijk 2. En dit product, het 11e product, levert je 19 op en het kost je 21. Dus dan maak je 2 verlies op. Nou, wat betekent ook alweer MO is MK mensen? Dan moet je voor eens en altijd in je oren knopen. Want er zijn best wel wat leerlingen die zeggen, ja meneer, het is toch heel raar dat ik nu dit product gaat produceren, het levert 21 op, het kost me 19, dus dat levert mij maar 2 winst op. Er zijn toch producten waar ik veel meer winst op maak? Even kijken of die het doet. Kijk, wat je moet zien is, als jij dit 10e product maakt, hè, dat winst geeft, namelijk 21 levert het op en 19 kost het, dus maak je 2 euro winst. Maar je maakt niet alleen het 10e product. Nee, als ik product 10 maak, heb ik ook product
1 tot en met 9 gemaakt. Want als ik de 3-0 score in een voetbalwedstrijd, ja, je kunt niet beginnen met 3-0 scoren. Dan moet je eerst 1-0 maken en dan 2-0. En daarna kun je pas 3-0 maken. Dus als ik het tiende shirt maak, dit is het shirt wat mij het minste winst oplevert, hè? Namelijk 2. Kijk, het shirt hiervoor, shirt 9, ervan uitgaande dat t-shirts zijn, levert mij 23 min 17, 6 euro winst op. En dit t-shirt levert mij 19, sorry, 29 min 11, is 18 euro winst op. Maar als ik dus tot en met MOSMK produceer, betekent dat dat ik alle winstgevende producten maak. Dus MOSMK is, je maakt alle winstgevende producten. Dus die winst, als je die bij elkaar op gaat tellen, dan heb je dus een hele grote winst. En dit elfde shirt, zou er eigenlijk voor zorgen dat die grote berg aan winst, hè, ik heb een berg aan winst liggen voor al die shirts bij elkaar, dat elfde shirt dat die zou maken, daardoor zou die berg met winst met 2 euro afnemen. En dan zou die wat lager worden, die winst, want op dit shirt maak je verlies. Dus MOSMK betekent, je produceert alle winstgevende producten. En het laatste winstgevende product is bij MOSMK. Oké. Okay. 15. Bekijkbron 2. De P-lijn is de collectieve vraaglijn. Hoeveel stuks verkoopt de monopolist bij een prijs van 75? Nou, mensen, bij een prijs van 75 verkoopt de monopolist 50 stuks. Dus de vraag bij B: wat is het aantal stuks dat hij verkoopt bij P is 25? Ja, mensen, kijk, in dit geval, hè, je moet zo zien: bij 75 euro verkoopt hij er 50. Als hij het 50 euro goedkoper maakt, dus 50 euro, verkoopt hij er 100. Dus 25 prijsdaling zorgt voor 50 stuks toename. Nou, nog een keer 25 prijsdaling zorgt dus weer voor 50 stuks toename. Dan kom je uit op 150. 50, 100, 150. MOSMK, bij welke hoeveelheid is dat? Nou, MOSMK is bij de hoeveelheid van, dit is de MK-lijn en dit is de MO-lijn, de hoeveelheid van 50. Welke prijs is dat? Heel veel mensen lezen dan hier de prijs af. Fout. Prijs lees je af op de P-lijn, de GO-lijn. Dat is 75. Mensen onthouden, bij MOSMK kun je alleen maar de hoeveelheid aflezen. De hoeveelheid is 50. En vervolgens, dan reset je als het ware even in je hoofd. Oké, welke prijs hoort er bij hoeveelheid 50? Ga je kijken naar de prijslijn. Dus niet bij MOSMK gelijk links de prijs aflezen. Dat is niet goed. Hetzelfde doen we nog even bij opgave 16. Bij welke hoeveelheid is de winst maximaal? MOSMK is bij dit punt dus hoeveelheid 25. Wat is de bijbehorende prijs? De bijbehorende prijs gaan we zoeken, zoeken, zoeken. Niet hier, niet 30, dat is fout. Dat is fout, niet 30. Nee, bij een hoeveelheid van 25 hoort de prijs 50. Ja, dus bij een hoeveelheid van 25, MOSMK, daar lees je alleen de hoeveelheid af bij MOSMK. Hoeveelheid 25, prijs op de P-lijn aflezen is 50. Oké, mensen, dat was het weer.